Goedemorgen, ik ben Desiree Stokkel. Het is 20 december 2013. Dit gaat over het regelen van slavernij en moord op bijstandsgezinnen. Bij debat op 2 afgelopen week stond de vraag centraal of bijstandsgezinnen gedwongen mogen worden tot het aanvaarden van werk, of ze iets moeten doen voor de samenleving, en dan de kwaliteit van de reïntegratieprojecten. Slavernij bij de reïntegratieprojecten en verdringing van betaalde banen. Banen die een paar jaar geleden nog betaald worden, moeten nu verplicht worden uitgevoerd door werklozen. Een van de personen aanwezig was mevrouw Frenelie Stadelmeijer. En zij is directeur van het bureau She Consult. En zij vindt dat bijstandsmoeders een schop onder hun kont moeten hebben en gedwongen moeten worden te verhuizen. Nou, ik heb die mevrouw een e-mail gestuurd met de mededeling dat ze mij aan een nieuw leven mag helpen. En dat ik dus een bijstandsmoeder ben die aantoont met rechtsgeldig bewijs dat politici via de rechtspraak, de advocatenorde en het internationaal strafhof vrouwen laten folteren met als doel doden. Ze negeert mijn e-mail. En ik maak deze video omdat er zo ontzettend veel moord geregeld wordt op bijstandsgezinnen, dat ik het echt gewoon niet langer pik. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die dat over zich heen laten komen, of die gaan dan alleen een beetje op televisie standaard verhalen herhalen, maar dat is niet de oplossing. Kijk, de oplossing ligt in de erkenning van de groeiende, kwaadaardige bureaucratie in Nederland. Het is helemaal geen toeval dat Jette Kleinsma van de PvdA moord op bijstandsgezinnen wettelijk vast wil leggen. Het is ook geen toeval dat onze politici geestelijk gestoord en gewelddadiger worden. Kijk, die politici die zitten alleen maar bij elkaar en het enige wat ze doen is regelen dat zij aan de macht blijven. Dat aan de macht blijven, dat wordt binnen de lobby besproken. En dan wordt er gezegd, ja, wat moet er nou gebeuren om mensen die ons van onze stoel kunnen afgooien, de bek dicht te timmeren. En dan komen ze dus met schending van mensenrechten als oplossing. Zoals het 3 maanden stoppen van een bijstandsuitkering. Dat is echt een zeer grove schending van mensenrechten. En bovendien is het ook onuitvoerbaar, omdat je in de bijstandswet zelf, maar in allerlei andere wetten, jeugdzorg, financiële wetten, ook de zorgplicht hebt vastgelegd. Je kan niet zeggen van nou, een zorgverzekeraar, jeugdzorg, de bankenwereld hebben een zorgplicht, maar de gemeente mag bijstandsgezinnen vermoorden. Dat is wel wat politici willen en dat is ook wat die reïntegratiebureaus willen. Dus ja, die mevrouw van She Consult die moet maar failliet. Ik hoop dat ze failliet gaat, want zij verdient het niet om vrouwen aan het werk te helpen en vrouwen dan ook nog eens een keer op televisie af te zeiken omdat ze te lui zouden zijn en gedwongen moeten worden tot werk, tot verhuizen en dergelijke.